Parachutespringen is denk ik het is een beleving wat je hebt. Het is een bepaalde vorm van vrijheid wat je krijgt als je uit een vliegtuig mag springen. Normaal doen vliegtuig zeg maar wat vliegt en ja, waar je vervolgens uitspringt, dat is niet iets normaals. Ja, dan komt er zo'n adrenaline shot bij kijken en ja, ook een bepaalde rush wat je ook continu eigenlijk gedurende het hele proces hebt. En ik denk dat dat het parachutespringen zo leuk maakt, is dat je eigenlijk er continu mee bezig bent als je een sprong gaat maken. Het is niet die 2 minuten dat je even in de lucht hangt dat je de kist uitspringt, maar het gaat ervoor. Maar ook nog daarna werkt het vaak nog na bij mensen, zeker in het begin. Je stapt naar buiten en op dat moment zie je eigenlijk gewoon open lucht, een groot gat in een vliegtuig. Dat je eigenlijk, je kijkt direct naar de grond. Op een bepaald moment dan voel je echt wel toek tot je in je chute klapt, zeg maar. En dan ga je checks doen om te kijken of wel alles goed geopend is. Dan kan je eigenlijk, ben je nog steeds wel bezig met rondkijken, maar stiekem kan je ook wel een beetje genieten van je vlucht eigenlijk, wat je op dat moment hebt. That's it. Dat is gewoon even een momentje voor jezelf eigenlijk. Dus dat is altijd wel, de meeste paars vinden dat moment altijd wel heel fijn, zeg maar. Dat is wel een goed moment is dat. Dat je echt even kan genieten.